Hoi, leuk dat je kijkt en welkom bij een nieuwe vlog van Leerbaar en Weerbaar. Ik ben Alice en deze vlog gaat over het gevoel boos. Boos is meestal een niet prettig gevoel. Hier heb je al meer over gehoord in de vlog van Geraldine. Iedereen is wel eens boos. Ik ook. Weet jij waar ik boos van word? Van pesten. Kijk maar even mee. Zag jij dat die jongen werd gepest? Daar kan ik zo boos van worden. Ik word ook boos van harde muziek. Als ik het juist rustig wil. Ja, daar kan ik ook best een beetje boos van worden. Oh, en nog iets. Kom maar eens even mee. Ken je dit? Ja. Als iemand zijn corvée-taken niet doet. Ken je dat? Daar word ik een beetje boos van. Ja. En jij? Waar word jij boos van? Boos is een gevoel. Je kunt het niet zien. Je kunt het niet horen. Je kunt het niet ruiken. Maar je kunt het wel voelen. Ergens in je lijf. En waar? Dat is voor iedereen anders. De een voelt boos bijvoorbeeld in zijn vuisten. Boos in de vuisten. De ander voelt boos bijvoorbeeld in zijn buik. Ja. Boos in je buik. De ander voelt boos misschien wel in zijn hoofd. Boos. Bij mij zit het gevoel hier, in mijn buik. Het is een warm en naar gevoel. Ik vind het niet prettig. En jij? Waar voel jij boos in jouw lijf? Je kunt een beetje boos zijn. Boos. En heel erg boos. Maar wat kun je nou doen om rustiger te worden? Bij mij helpt praten. Als ik praat met iemand over mijn boosheid, dan word ik rustiger. Dat lucht op. Praten. En tot 10 tellen. En dat doe je niet zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, klaar. Nee, dat doe je zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Het helpt echt.
En jij? Wat helpt jou om rustiger te worden als je boos bent? Geef jezelf eens een goede tip. En? Lukte het? Ik ben heel benieuwd naar jouw tip. Wil je het me laten weten? Via leerbaarweerbaar@philadelphia.nl. Dit was het voor vandaag. Ik hoop dat je wat hebt geleerd over boos en wat je kunt doen om rustiger te worden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!